Hola, goedemiddag. Ik zit nu in de auto, zoals je kan zien. Ik ben in mijn eentje, mijn broer is er niet mee. Want wij gaan even kijken in het stadje Cesina. We zijn nog steeds op vakantie. Dat is in Italië, dat is gewoon een stadje heel dicht bij onze camping. En dan gaan we even kijken of daar, nou ja, wat leuks is te vinden. Want we hadden de hele dag nog niet echt iets gedaan. Dus we dachten, we gaan er even op uit. We gaan even kijken of er wat leuks is. We hebben een strand gevonden waar we even gaan kijken. Ik kan nu nog niet heel veel zien, maar we lopen nu hier, wacht. Het is vandaag zondag, dus we gaan natuurlijk hele gezinnen en hele families naar het strand. Het was super druk, dus we zijn weer weggegaan. Dus we lopen nu weer naar de auto toe. De hele voeten zijn smerig, want ik ging zeg maar in het water staan. En nu moest je dan maar door het zand heen lopen. Dus heel mooie slippers waren dat. Jongens, we zijn in een soort van leuke winkel beland. Alles is hier echt super goedkoop. Dit is een soort van af van alles winkel. Oh, dit is zo leuk. Ik wil dit. Stel je hebt zo'n tasje en dan doe je er zo'n band aan. Dat is toch helemaal het. Ik zag een meisje op de camping hier mee lopen. Dat vind ik zo leuk. De prijzen zijn hier super laag voor de dingen die je krijgt. En echt, ze hebben kleding, ze hebben van alles. En tasjes en zo. Nou, dit is echt helemaal het allemaal. Wat leuk. Jongens, ik vind dus deze band heel erg leuk. Maar ik vind deze ook heel erg leuk. Deze. Ik denk dat ik of deze of voor deze ga. Nou kijk, ik heb deze gekozen, want ik vond dit patroontje echt super schattig. Dus heb je zo'n tasje, dan is er zo'n band helemaal leuk. En kijk, ik zag hier ook tasjes, maar ik weet niet, ik vind deze heel leuk. Alleen, met die band wordt het dan niet een beetje heel veel blauw? Ik weet het niet, misschien. Jongens, kijk wat ik voor fonds doe. Kijk wat een leuke schoenen. 30% korting en ze waren al 20 euro. Dus kijk nou leuk. Deze doe ik sowieso. Dit is ook nog op mijn maat volgens mij. 38. Nou, dit is toch geweldig. Ik hou ervan. We doen ze. Oké, we zijn weer thuis. En ik ga even laten zien wat ik gekocht heb. Okay, first, deze heb ik al laten zien. Deze band voor aan een tasje. Dan heb ik een beetje iets apart gekocht. Het is een broekpak. Het is dit. En die gaat zo. Ik vond het dus vet cool. Vet cool. Ik vond het echt heel leuk. Want kijk, dan heb je zeg maar zo. En dan is hij zo getailleerd hier. En dan is hij zo wijd aan de onderkant. Oh ja, dan had deze super schattige hartjesoorbellen. Ik weet niet of ze heel groot zijn dat meevalt. Oh, maar dit is leuk. En dan vind ik zo ontzettend leuk. Kijk deze schoenen. Ik vind ze zo leuk. En lijkt ook nog gelijk een stukje langer door de zon. Ja, ik ben er super blij mee. Laat ook even weten wat jij ervan vindt hieronder in deze reacties. Dat vind ik leuk. Het is trouwens ook al best wel laat. Het is echt al, weet ik veel, 7 uur of zo. Dus we gaan even kijken of we ergens kunnen eten. Dus ja, dat. Nou, we zijn hier even in het bos. Misschien komt het jullie nog wel bekend voor. Want hier zijn we al eerder geweest bij die bar waar we toen. Maar nu gaan we even lekker uit eten, want we hebben dus nog niet gegeten. We gaan even kijken naar een leuk tentje voor pizza of zo. Iets in die richting. We willen even kijken of we iets aan zee kunnen vinden. Want dat is natuurlijk wel heel mooi en heel chill qua de wind. We hebben een plekje gevonden hoor jongens. Ik heb een pizza margarita besteld en een cola light. En we zitten nu... Oh, ik ga even aan Tobias vragen of die filmpje kan maken van waar we zitten. 1 seconde. Als ik allemaal stoelen en matjes zou zien, dan zou ik ons... Dat zijn dezelfde mensen zitten. Wij hebben net lekker pizza gegeten en nu lopen we hier. Heerlijke palmboompjes, jongens, helemaal lekker zomer. En nu gaan we even de auto zoeken. Waar moeten we heen? Oh, we lopen verkeerd. Tobias, wat gaan wij doen? Dat zijn colaflessen. We gaan even naar de pizzeria toe vanavond. Bij de pizzeria zijn altijd mensen van onze leeftijd, dus daar gaan we dan even zitten. Mijn pet die geen licht, dus ik doe even zo. Anyways, wij gaan nu weg, dus ik zie jullie morgen. Tot morgen. Goedenavond, het is ondertussen 8:10. We waren pas om 4:30 'smiddags wakker, de jongens en ik. Dus vandaar dat ik een beetje laat begin vandaag met de leuke intro van vandaag. In ieder geval, wij lopen nu naar een strand toe. En volgens internet blijkt dit een van de mooiste stranden van heel Europa te zijn. Dus dat is ongeveer 20 minuutjes rijden. En ik kan me er heel weinig bij voorstellen. Aangezien we nu een beetje bij kleine strandjes en zo zijn geweest. Maar nog niet echt bij grote stranden. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is nog vet lekker warm. Het is zeg maar niet heet, maar het is gewoon warm. Dus we zijn er nu bijna. Dus ik hou jullie op de hoogte. Jongens, kijk hoe mooi dit eruit ziet.
Kijk nou hoe mooi. Wit zand. Jongens, we zijn aangekomen op het strand. Ik zal het even laten zien. Kijk nou wat leuk. Het is heel blauw water. Maar het is echt super mooi hier. En ik hoop dat het water... ik hoop dat het water nog best wel warm is. Het is wel best wel laat al. Maar ik hoop het. En anders ga ik er gewoon in. En dan wen je wel altijd een beetje, weet je wel. Maar ik vind de temperatuur buiten nu wel gewoon super. Dus dan is het water waarschijnlijk wat kouder. Omdat het niet super heet is. Maar goed, we zullen zien. Kijk, Tobias ligt er natuurlijk alweer in, want wij nu niet. Maar kijk hoe mooi. En de golven zijn lekker, dus ik ga meteen zwemmen. Wij zijn net uit de zee. En kijk, we hebben gezwommen met de sunset daar. En het was echt... super leuk. En we hebben nog foto's gemaakt. Wij gaan nu weer naar huis. Helemaal mascara is uitgelopen. Maar wij gaan nu weer naar huis en het was echt super leuk. Goedemorgen. Het is nu ongeveer 10:30 of zo, 's ochtends. En wij zijn even op zoek naar het marktje. En wij gaan nu naar het marktje lopen, maar we kunnen het niet echt vinden. We volgen gewoon de mensen die terugkomen met markttassen, zeg maar. Ik denk dat het wel goed komt. Het is lekker warm, dit is de auto vandaag. Oh, ik zie nu wel veel mensen, dus ik denk dat we hebben het gevonden. Oh nee, dit is een terrasje, laat maar. Nou, we hebben het gevonden hoor. Dus wij gaan even marktjes toch doen. We hebben net even op het marktje gelopen en nu lopen we weer terug naar mijn vader. Want ik ben nu met mijn moeder aan het kijken en mijn vader had er helemaal genoeg van. Dus die ging even kijken of er een bakkerij of zo waar die koffie kon drinken dichtbij was. Dus wij lopen nu... daar naartoe. We moeten het wel even vinden, want we hebben het nog niet gevonden. Maar komt goed. En anders sturen we wel live locatie of zo. En dan lopen we via daar. Maar in ieder geval, de markt was wel leuk. Ik heb ook een jurkje gekocht. Dus die zal ik straks even laten zien. Wel heel warm, maar ik moet het maar even doorheen zetten. Nou, we zijn even bij een heel leuk tentje gaan zitten. Mijn moeder zei dat dit heel lekker was, want dit zag ze op de kaart. Kijk, dit zag ze op de kaart. En ze zei dat ze dit ooit had gehad. En toen hebben we het besteld allebei. Dan gaan we even de taste test doen. Hier gaan we. Huh? Dat is heel koud. Oh, is wel lekker. Helemaal geslaagd. We zijn weer thuis. En ik ga even mijn jurkje laten zien. Het is deze print. Super leuk, lekker Ibiza vibe. Zie je dat? Oké, ik ga hem even aandoen. Kijk, dit is het jurkje. Ik vind hem super sketig. Helemaal gezellig. Ik vind het helemaal zomers. Ik hou ervan. Helemaal geslaagd. Wij zijn net even naar de winkel geweest en nu gaan we lekker avondeten. Hugo, wat heb je gekocht? Ik heb kleding gekocht, een broek en dat. En nog wat shirtjes en zo. En je weet, we gaan nu lekker een broodje hamburger eten. Wacht, kijk. En misschien gaan we straks nog even naar het strand, maar we weten nog niet zeker. Goedenavond. Het is nu, weet ik veel, laat eigenlijk. We hebben het avond gegeten en we hadden toch allemaal heel erg veel zin om te zwemmen. Dus we zijn weer onderweg naar het strand waar we gisteren ook waren. We lopen weer op hetzelfde paadje als gisteren. Ik heb lekker mijn nieuw jurkje als strandjurkje aan. En mijn grote zonnebril dat ik op mijn hoofd. Het is nog best wel heel warmer, zeg maar. Het is nu in de avond is het perfect. Dus dat is top. En het water was gisteren ook gewoon lauw. Nou mensen, ik zit lekker uit het bad. Misschien heb ik heel erg panda ogen, I don't know. We zijn nu klaar met zwemmen. Het was heel chill zwemmen. Er zijn echt een paar mensen hier. Anyways, wij gaan nu weer lekker in de auto. En ik vind het altijd zo vervelend, want dan moet je helemaal nat in de auto gaan zitten. Maar maakt niet uit, want ik ga straks lekker douchen. Goedemiddag. Het is vandaag woensdag. En ik zit lekker buiten. Op de veranda te tekenen. Ik heb dit al zo lang niet gedaan. Ik heb zeg maar... echt al heel lang niet op mijn iPad getekend. Dus ik dacht, weet je, ik heb niks te doen, geen wifi. Dus ik ga lekker op mijn iPad tekenen. Dus dit is wat ik nu aan het maken ben. Wacht even. Kijk, ik ben nu hiermee bezig.
Ze heeft nog halve wenkbrauwen, dus daar moet je even niet op letten. En ik moet nog veel meer doen natuurlijk. Dit is nog lang niet. Het is nog lang niet klaar, maar... In ieder geval, het is een begin. Straks gaan we even naar het stadje toe en misschien gaan we daarna nog zwemmen. Maar dan moeten we nog even kijken wat we precies gaan doen en waar we heen gaan. Maar ik hou jullie op de hoogte. Ik hoop in ieder geval dat we een beetje naar een leuk stadje gaan, want dat vind ik het zelf altijd wel leuk. Maar in ieder geval, ik ga even verder met mijn tekening. En dan spreek ik jullie straks weer. Wij zijn nu bij een nieuw stadje waar we nog nooit zijn geweest. We hebben best wel veel moeite gedaan om te parkeren, maar we hebben uiteindelijk een parkeerplekje gevonden. Wij lopen dus nu naar het stadje toe. Ik heb trouwens mijn nieuw jurkje aan. Helemaal gezellig. We lopen dus nu hier en het ziet er al heel gezellig uit. Volgens mij is het een heel leuk stadje. Goedenavond. Wij zitten nu op het strand. De jongens zijn nog aan het zwemmen. Ik had deze keer besloten om niet te zwemmen, want ik vind het wel heel leuk. Alleen, ik had echt een hele zandbak in mijn haar de vorige keer. Want er zit natuurlijk allemaal zand op de bodem. En het kwam helemaal op mijn haar. En ik had gewoon helemaal geen zin om te zwemmen. Dus ik zit lekker op mijn handdoekje. Dus we zitten te bekijken. Ik zal even laten zien. Kijk hoe mooi. Nou, en het leuke is, het is nu half negen 's avonds. En je kan nog steeds gewoon nog met prima temperatuur zwemmen. Jongens zijn daar. Hey, wij zijn weer in de caravan. En ik had dus net laten zien dat ik bezig was met een tekening. En nu heb ik hem afgemaakt. Dus even trommelgeroffel alsjeblieft. Even op zoek hoor. Kijk. Dit is hem geworden. Hij moet even licht goed doen. Ja, nou dit is hem geworden. Maar nou dat was het. Even een leuk handtekeningetje hier. Dus dat is dat. En nu zijn we even, mijn vader en ik, vier op een rij aan het spelen. Maar we hebben niet dat echte bordspel mee waar we hebben... Ik ga het laten zien. We hebben een appje gedownload. Dit speelden wij altijd. En we hebben al heel lang niet gedaan. Dus we dachten, we gaan het weer doen. En ik ben hem vol aan het inmaken. Dus je kan zien, hè? Nee, grapje. We zijn nu 1-1 en ik kan sowieso winnen. Hey allemaal, goedemiddag. Wij zijn nu onderweg in de auto naar het stadje Luca. Volgens mij is het best een... grote stad? Ik weet het niet. Ik weet ook niet of we er al zijn geweest vorig jaar of zo. Maar in ieder geval, wij gaan even rondkijken daar. En we was ongeveer een uurtje rijden vanaf de camping. En nu zijn we er over 10 minuutjes. Nou, we zijn aangekomen. We hebben eindelijk geparkeerd. Het duurde een half uur uiteindelijk, maar dat maakt niet uit. En nu lopen we naar het stadje toe. Waar is het? Tobias is weg. Oh nee, die staat daar. Wij zitten nu op het terrasje, want iedereen was echt toe aan een pizza. Kijk, ik heb een pizza margherita. De jongens, ik heb geen idee. En deze van mijn ouders. Heel lekker. Alleen wel nog een beetje heet, dus ik kan het nog niet meteen eten. Maar het ruikt in ieder geval heel lekker. Het is een heel leuk Italiaans terrasje. Ik zal het ook laten zien. Goedemiddag, het is nu 1 uur. En wij zitten weer in de auto. Want wij gaan nu naar een stadje toe, of volgens mij best wel een grote stad. Het heet Siena. En het is ongeveer anderhalf uur rijden vanaf de camping. En nu zijn we eerst even aan het tanken. Misschien hoor je het wel, de klepje en zo open. Nou, we zijn eerst even naar de beach bar gereden. Deze hier, dit hebben jullie ook al vaak gezien. Vooral in de vorige vlog, denk ik. We zitten dus nu weer lekker aan het strand. Ik heb een Sprite besteld. Dat heb ik echt al zo lang niet gehad, dus dat vind ik wel lekker. En straks, als we hier dus straks weggaan, dan rijden we dus door naar Siena. Dus dan is het nog ongeveer een uur en een kwartier of zo, denk ik. Nee, dit was geen kwartier rijden, het is echt 5 minuten rijden. Maar niet uit, ik weet niet hoe lang. Nou, ik spreek jullie zo weer. Goedemiddag, we zijn aangekomen in Siena. Maar we moeten eerst echt 100 meter omhoog. Voordat we in het stadje zijn. Kijk wat. 150 meter moest omhoog. En nu moeten we nog één trap. En dan zijn we als het goed is bij het centrum. Dus, maar heel veel roltrappen deden het niet. Dus we moesten zeg maar andere trappen. Maar goed voor de stappenteller. Maar goed, we zijn dus bijna in Siena. Dat is 150 meter hoger dan... Want het ligt zeg maar op een berg. Dus vandaar. Kijk wat. Ik zal het even laten zien.
Dus wij gaan even kijken of we het centrum kunnen vinden. Kijk jongens, dit is echt een vet mooi stadje. We zijn hier op een soort van plein. We gaan ook even kijken of we het kunnen eten. Maar het is echt, kijk al deze gebouwen. Het is echt super mooi hier. Ik heb net een ijsje gehaald, of nou ja, niet echt een ijsje, het is heel groot. Ik heb mint en tiramisu en het is echt zo lekker, het is echt lekker ijs. Want ik zag al mensen hiervoor staan met allemaal bakjes ijs en het zag er zo lekker uit. Ik dacht, ja, hier moeten we even een ijsje halen. Nou, we gaan weer met de roltrap gaan we weer naar beneden. Het was hartstikke leuk hier. We hebben leuke winkeltjes gezien. Ik ben bij één winkel naar binnen geweest, dat was bij de Subdude. Ik zag wel één ding, maar dat heb ik uiteindelijk niet gekocht. Maar we gaan nu weer met de roltrap helemaal naar beneden, want we zaten net 360 meter hoog, zag ik zeg maar op die snapfunctie, weet je wel. Als je Snapchat hebt, dan zie je altijd zo bij de stickers hoe hoog je zit, weet je wel. En bij ons was het 360 meter, dus dat was best wel hoog. Het was in ieder geval heel erg gezellig en nu lopen we weer met alle roltrappen naar beneden, kijk. Nou, we hebben net even wat gegeten, want we waren naar een soort van dit gegaan. Zo'n soort van gebouw met allemaal dingen hierin. Oh, Toon zou waarschijnlijk weer daarop willen. De jongens willen nog even van hun geld af. Dus die gaan even kijken of ze leuke winkels kunnen vinden. Ik ga ook even meekijken en dan gaan we door naar de camping. Maar we gaan eerst even bij deze winkels kijken. We zijn op de camping en het is super leuk. Nou, en het is ook het einde van deze vlog. Dus dank voor het kijken. Doei! Hey jongens, nog even een heel leuk nieuwtje. Ik speel namelijk in de vierde aflevering van Zapp Detectives Pretpark Summer Vibes. En het is een hele spannende aflevering, vooral voor mij. Want ik word zelfs met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar voor de rest ga ik het nog niet verklappen. Dus als je het wil zien, klik dan snel even op het i'tje hier rechtsboven. Of hier, ik weet niet hoe het beeld staat. In ieder geval hier of hier, klik dan zelf op het i'tje. En bekijk de aflevering. Nou, en vond je dit nou een leuke vlog? Geef deze video even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Als je zo lief zou willen zijn, zou ik heel erg lief vinden. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Dat is bij deze. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!